Hallo beste kijkers, alweer een Tribune Sportcafé met deze keer drie gasten. Allereerst Maarten van Berlo, Wessel Kuhn en Jurgen Streppel. Twee mensen die hebben te maken met voetbal en Maarten is van alle maken thuis, zou ik bijna zeggen. Maar jij bent met name in het Helmondse bekend, Maarten, als de fysiotherapeut en begeleider van topsport en topsporters. In hoeverre, want ik begin meteen met jou. In hoeverre schaar jij onder jouw cliëntele topsporters? Wat wil dat voor jou zeggen? Een topsporter? Ja. Ik begin meteen met een lastige vraag. Ja, een topsporter is iemand denk ik, die toch wel op nationaal niveau bij de top 10 zit. In de jeugd of bij de senioren. Ik zie natuurlijk ook mensen die heel fanatiek sporten, dagelijks sporten en daardoor blessures oplopen. Mm-hmm. Maar ook topsporters die zeg maar niet geblesseerd zijn, maar sneller willen worden. Sneller worden in hun spieren of sneller willen worden in hun hoofd. Hè? Informatieverwerkingssnelheid willen verhogen. En dan zie ik van voetballers, boksers, Paralympische sporters. In die hoedanigheid. Topsporters, Wessel, jij valt onder de categorie topsporter. Want jij zit bij het Nederlands team onder 17. Je bent, heb ik net al aan deze mensen verteld, je bent genomineerd geweest voor Sporttalent van het jaar 2022. Wat is topsport voor jou? Hoe beleef jij topsport? Ja, ik denk dat topsport voor mij wel iets is waar je dagelijkse basis mee bezig bent. Mm-hmm. En waar ik alles in steek om uiteindelijk de top te bereiken. Dus ja, gewoon gedisciplineerd bezig bent met je sport en daar het hoogst haalbare uit probeert te halen. Ja, dat is voor mij wel topsport. Dus ja, op het hoogste niveau kunnen presteren en... Dan is een selectie bij het Nederlands elftal natuurlijk een mooie beloning. Ja, dus ja, dat is eigenlijk voor mij een beetje topsport. Ja. Herken je dat, Jurgen? Topsport, want je bent ook een topsporter geweest. Je bent met topsport bezig. Maar geleden. Maar goed, toch? Je kent de beleving. Wat was voor jou topsport? Of wat is voor jou topsport? Ja, dagelijks met je vak bezig zijn, denk ik. Ik denk dat dat... Je bent nu niet meer op het veld echt bezig met je voetbalschoenen aan, maar je bent dagelijks met topsport bezig. Is dat voor jou ook topsport? Om de voorwaarden, ja. Ik weet niet of dat topsport is, maar ik vind dat een gewone baan. Maar... Oké. Okay. En hobby. Ja, het is voor mij een hobby, ja. Dus ik vind het ontzettend leuk om te doen. Maar ik faciliteer nu voor de jonge gasten om het maximaal uit hun carrière te halen. Ja. Ja, wat is topsport? Ja. Er zijn natuurlijk veel meer voetballers dan individuele kickboxers of handballers zijn er ook een stuk minder. Dus dat is best lastig aan te geven. Maar als je in de top van Nederland speelt, dan denk ik dat je fulltime daarmee bezig moet zijn. Ja. Nu zit jij naast een jongen van, even kijken, je bent 16, 17? 16. Ja. Een jonge 50er, Jurgen. Ja. Je hebt... In wezen natuurlijk eenzelfde traject doorlopen als waarschijnlijk en hopelijk Wessel ook gaat doorlopen in de sport. Mm. Hoe was dat begin bij jou? Kun je bijvoorbeeld in zijn situatie nu, zoals sport nu is, zoals het sport nu wordt beleefd, kun je dat vergelijken met eind jaren 80 toen jij... Nee, niet te vergelijken. In welke zin is het anders? Nou, volgens mij is Wessel al heel veel jaren begonnen bij de amateurs en nu bij PSV al een groot aantal jaren volgens mij. Mijn dochter heeft overigens nog wel eens op hem opgepast, dus kun je nagaan hoe lang dat geleden is. Maar hij is al jaren bezig om naar die top te proberen te groeien, wat ontzettend moeilijk is. Dus die zijn al dag en nacht zijn ze bezig. Die hebben een opleiding die bij PSV natuurlijk ontzettend goed is. Ja, ik niet. Ik kwam op 18 jaar leeftijd van de amateurs, werd ik bij Rode JC neergedropt en daarna heb ik naar Helmond Sport gegaan. Nou ja, dat weet je. Maarten zijn broer, Harjan, was toen bij ons de fysio. Ja. Harjan kwam twee keer in de week, geloof ik. En wij moesten om 4:30 trainen. Ja. Nou, na de school. Dus die topsportbeleving was toen wel wat anders. De vraag is of dat topsport was in die tijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, we speelden wel op hoog niveau. Ja, zeker. Ik weet niet of je dat dan topsport mag noemen. Maar... Ja. Ik noem het topsport. Ja, dat klopt. Maar dat heeft meer met niveau te maken. Ja. Wij hebben dat toen wel wat anders beleefd. Maar dat is heel erg geëvalueerd. Als ik nog wel eens, heel toevallig had ik het vandaag over. Als ik nu de jongens zie voetballen. Of ik zie van die zwart-wit beelden bij mij. Dat is zo laag tempo. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. Ja. Dus met alle fysio's die erbij zitten. En randvoorwaarden. Voeding.
Ja, dat is heel anders dan in de... Zeg je? Veel professioneler. Ja, dat is veel professioneler. Veel meer geld in de begeleiding. Ja, ook dat. Ja, wij hadden Frans Keur was onze hoofdtrainer. En we hadden Louis Kolen was assistenttrainer. En die kwam halve dagen, want die was toch leraar op school. Dus we hadden één manager, Rien van Loon. Ja. En zijn zoon Joris zat op de administratie en dat was het. Ja. Meer was er niet. Dus dat kun je eigenlijk, denk ik, niet met elkaar vergelijken. Nee. Herken jij dit vanuit jouw familie of van mensen die jou regelmatig wellicht iets vertellen van hoe het vroeger ging, Wessel? Ja, ja. En je merkt ook wel dat er een groot verschil is met toen en nu. Wat Jurgen net zegt, dat er eigenlijk maar een beperkt aantal mensen in de staf zitten. En als je nu bijvoorbeeld bij ons kijkt, hebben we een aparte looptrainer, een aparte krachttrainer, een specialistentrainer voor de spitsen, voor de verdedigers, voor de middenvelders. Het is eigenlijk op elk vlak van het voetbal heb je wel een extra trainer, zeg maar. Dus het aanbod wat je krijgt, zeg maar, nu is denk ik wel echt een veel groter aanbod dan wat je... Poets je nog je eigen schoenen? Ja, dat nog wel. Oké, gelukkig maar. Ja. Ik weet niet of dat beter is trouwens. Geen idee. Want die jongens worden alles... in de watten gelegd en voorgekoud. En je moet dit doen. Als de bal daar is, moet je dit doen. Ja, wij moesten het vroeger, moet je mij horen. Ja. Oude lul. Wij moesten het vroeger zelf uitzoeken. Ja. Punt. En dan leer je ook wel een beetje je eigen... beperkingen kennen. Ja, ook. Maar je moet ook je eigen keuzes maken in het veld. Ja. En nu wordt eigenlijk alles voorgekoud. Mm-hmm. Ja, is dat zo, Wessel? Wordt er veel voorgekoud, naar jouw gevoel? Of valt er wel mee? Want je bent centrale verdediger, verdedigende middenvelder. Die positie heb je vaak, ja, nu al, ja. Zo'n jonge leeftijd. Maar goed, daar ben je dus blijkbaar heel erg goed in. Wordt er veel voor gekoud? Ja, je krijgt wel regelmatig te horen wat er moet gebeuren, zeg maar. En ik denk dat, wat Jurgen zegt, in die tijd dat je het wel veel meer zelf moest uitvogelen. Ja. En ik moet wel zeggen dat je bij ons krijg je wel heel veel de vrijheid, zeg maar. Dus het is eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt. Dus op het moment dat jij beelden wil kijken met de trainer, zou het niet snel vanuit de trainer komen van we gaan beelden kijken. Maar zou je het echt zelf moeten neerleggen bij de trainer, om het zo maar te zeggen. Oké. Maarten, in jouw professie, want het beeld wat Jurgen schetst is natuurlijk helemaal waar. Er is zo'n enorme vlucht in die 30 jaar. Amper te vergelijken. Als je WK ziet van het Nederlands team 74, 78, nou dan denk je, wat is in de slow motion beelden of hoe zit het er eigenlijk? Maar dat heb jij natuurlijk in jouw sportcarrière als sportfysio, heb je natuurlijk ook meegemaakt. Dat je, is daar een verschil in met richting blessures of hoe mensen opraken of juist in de beleving van hun sport die dan bij jou komen? Nou, kijk. Ik heb vroeger atletiek gedaan op een redelijk niveau, ook in de eerste ploeg gezeten. Ja. En toen waren we eigenlijk amateurs. En als je zegt van we hebben het over topsport, wij trainen vroeg achter in de week. Alleen we konden natuurlijk geen geld mee verdienen. Dus heb ik heel veel sporters in Nederland die eigenlijk heel hard trainen, maar amateur zijn. En hij zit natuurlijk bij PSV en daardoor zit er denk ik ook een bepaalde druk op hem. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld Jurgen vroeger misschien minder voelde. Hè? Want er wordt ook wel veel van hem gevraagd. Nou, de staf zit er omheen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld... ik werk van samen met neuropsychologen. Die zit zelf ook veel in de cognitieve training. En heel veel clubs, grotere clubs, als Real Madrid of Barcelona, daar worden spelers van tevoren gescreend hoe snel ze zijn in informatieverwerkingssnelheid, anders passen ze al niet in het team. Oké. Dus niet alleen het fysieke, hoe hoog is jouw startsnelheid of je acceleratie, maar ook hoe snel doorzie je bepaalde dingen. Tegenwoordig kunnen ze bijna alles in principe meten. En dan maakt het ook een beetje soms eng. Alles wat hij doet, wordt bij hem gevolgd. Van zijn training, wedstrijden, worden analyses gemaakt, looplijnen worden gemaakt. En wil je uiteindelijk op een heel hoog niveau kunnen voetballen, dan is het niet alleen dus het fysieke, maar ook het mentale. Maar heb je dat trainen. Dus ook in jouw bezigheid, in jouw professie, heb je dat zien groeien? Want je hebt het nu over zaken die wellicht 30 jaar geleden niet eens. Ja, zoals je misschien weet, begeleid ik Nietje Holske dan al jaren 15 en... Vanaf het begin heb ik met hem eigenlijk oefeningen gedaan, bijvoorbeeld om zijn reactiesnelheid te verhogen, maar ook de snelheid waarmee hij dingen doorziet. En soms lijkt het bijvoorbeeld alsof hij heel snel is, en hij is wel snel, maar hij is nou 39, maar hij ziet het ook heel snel. En ik zit ook nog wel een beetje in het voetbal, maar dan is het eigenlijk als jongens naar mij toe komen, maar ik zie jongens van
PSV, Papendal Sport, VVV, die soms komen voor fysieke training, maar vaak ook juist van hoe kun je nou sneller worden en sneller kunnen schakelen. Dus sneller worden in je hoofd en sneller kunnen schakelen. Mm-hmm. Omdat eigenlijk jarenlang is de nadruk gelegd op het fysieke, terwijl ja, je hebt meerdere dingen waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Oké, als je dit nu, we leven in het nu. Jurgen, jij bent van voetballer naar trainer gegaan. Ik kan me herinneren, jij zat in dezelfde klas als... Je hebt het mooi verteld. Lang geleden. Ja, toen jij jouw opleiding deed in Zeist. Ja. Maar in ieder geval... Frank de Boer heb ik me toen verteld. Ja, vol trots en terecht ook. Erik ten Hag. Ja. Dat zijn jongens die... zeker Erik ten Hag, de laatste jaren. Ronald de Boer... Jij ook. Ja, je hebt het goed gedaan, maar, zeg ik dan, waarom ben je dus nu in een staffunctie gestapt? Waarom ben je niet doorgegaan als trainer? Dat is een goede vraag. Heb je daar een antwoord op? Zeg je? Heb je daar een antwoord op? Ja, ik ben inmiddels, wat je zei, begin 50, hè? Nou? Ja, zeker. Maar dat heeft niet zoveel met leeftijd te maken. Maar je maakt, wat ik wil zeggen, ik ben al heel lang trainer. Toen ik 28 was, ben ik al begonnen met trainen bij de jeugd, bij Helmond Sport. En dan zie je een aantal dingen gebeuren. En dan word je hoofdtrainer, dan ga je van, nou, de carrière die is al redelijk bekend, denk ik. Ja. En dan kom je ook heel veel dingen tegen die je heel leuk vindt en die je heel graag doet. En ik heb in het buitenland ook 2 jaar gezeten. En ik weet nu wel precies wat ik wel wil, maar ik weet ook zeker wat ik niet wil. Okay. Ik wil niet meer werken met mensen die niet dezelfde normen en waarden hebben dan ik. En dat is de laatste jaren zo geweest dat je zegt van, hé, nu wil ik een overstap maken? Nou, ik heb gewerkt bij Helmond en Willem II was echt geweldig. Toen heb ik bij Heerenveen gewerkt. Nou, dat was niet geweldig. Mm-hmm. Ondanks dat de resultaten, die waren daar prima. Mm-hmm. Twee keer kwalificatie Europees voetbal. Buitenland is een heel ander verhaal. En ik wil alleen maar daarna werken met mensen die ik 100% vertrouw, waarbij ik 's ochtends plezierig kan werken. Ja. En waarbij ik met diezelfde mensen wel ambitieus kan zijn. Dus maar dat heeft bij mij niks meer te maken met niveau. Okay. Ik wil niet werken met mensen waarbij ik 's ochtends denk van, nou ja, hoe moet ik die weer aan de gang krijgen? Of, daar heb ik totaal geen zin in. En ik denk dat de ambities van Helmond, dat die volgens mij nu best aardig zijn. Ja. De begroting van Helmond is al groter als die van Rode JC waar ik heb gezeten. Waar ik het over het fantastisch naar mijn zin heb, want dat is het probleem. Alleen ik denk dat met het nieuwe stadion en met de mensen die erachter zitten, als ik daar mag ik leiding aan geven. Ik denk dat er echt wat van te maken was, anders had ik het echt niet gedaan. Ik kom toch nog even terug op mijn vraag. Waarom ben ik heb geen antwoord gegeven op je vraag. Nee, want waarom ben je gestopt als trainer? Je zegt van, ja, ik wil alleen maar werken met mensen die ik vertrouw. Ja. De omgeving, hè, waar die ambitie uitstraalt, noem het maar op. Ja. Dat heb je nu ook volgens mij gevonden. Kom ik daar nog even op terug. Ja. Maar je bent om dat soort oorzaken ook gestopt dan? Nee, dat was niet de oorzaak waarop ik gestopt ben. Want ik had het heel erg goed naar mijn zin. Ik kon bij Roda dingen naar mijn hand zetten. En in grote lijnen gebeurde het zoals ik wilde. Dus daar was ik heel erg blij mee. Alleen... Ik ben wel ambitieus. Ik wilde wel wat van maken. En ik voelde wel dat daar de groei... En nogmaals, de begroting van Helmond is nu al iets groter dan die van Roda. Ja. Dus de mensen... Roda is natuurlijk voor het publiek een veel grotere club. Ja. Een stadion met 25.000 man. Alleen ja, de spelersbegroting is lager dan die van Helmond. Ja. Ja. En daar zit je tegen het plafond aan. En hier niet. Dus hier zijn zulke mooie dingen mogelijk. Ja, en dat vind ik leuk, omdat... Dus toch een nieuwe uitdaging. Je zocht echt een nieuwe uitdaging. Om daar leiding aan te geven. Dat had ik als ik vond trainen leuker dan spelen, als ik heel eerlijk ben. Ja. Klinkt heel raar, maar dat heb ik altijd al gezegd, vanaf dag 1. En nu denk ik dat het nog leuker is, omdat ik dan heb ik nog meer mensen waarbij ik leiding aan mag geven. Dus dat spreekt me wel heel erg aan. Daar kom ik daar nog weer even op terug. Wessel, jij hebt natuurlijk ook te maken met mensen om je heen. We hebben net al gezegd, een staf van heb ik jou daar. Zeker bij PSV, maar bij elke topclub. In hoeverre word jij opgeleid door mensen buiten jouw trainer of trainers om? Hoe word je gevormd? We hebben het volgende maand over zaken als gezond sporten, gezond eten, dat soort zaken.
In hoeverre zijn er dus mensen rondom die staf die jou vormen? Ja, ik heb zelf bijna maandelijks contact met een vertrouwenspersoon binnen PSV. Okay. Dan vind ik heel prettig om daar één keer in de maand mee te zitten. En dan, ja, dan praten we eigenlijk over van allerlei zaken. Zowel binnen het voetbal als daarbuiten. Dus dat doe ik sowieso één keer in de maand. En verder rest... Ja. Is het trouwens een verplichting of is dat naar jouw eigen keuze? Nee, daar heb ik echt zelf de keuze voor gemaakt om dat te doen. Fantastisch. En ja, dat heeft me wel zeker de afgelopen 2 jaar heel erg geholpen om te groeien. Zowel als persoon als als speler. Vind ik een onderwerp... Ik vind het fijn om dat te horen. Dat zijn ook zaken die volgens mij in de laatste jaren nogal zijn veranderd. Dat er een vertrouwenscontactpersoon is, dat mensen ook de gelegenheid krijgen om wat stoom af te blazen dan wel. Hoe gaat dat bij Helmondsport? Hoe komt dat bij jullie binnen? Wat ik net zei, ik denk wel dat de druk waarschijnlijk iets hoger ligt dan misschien 30 jaar geleden. Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik, ja. Druk leg je jezelf op. Dat heeft niks. Ik begrijp wel dat de mensen wat roepen en in de krant staan en in de stad wat roepen. Maar dat doe je toch echt zelf. Mm-hmm. En dat is volgens mij wat je moet leren. Ik ben het helemaal met jou eens. Je had het over stadsaanheid. Maar het gaat er nu om. Voetbal is 80% met je kop. Mm-hmm. Ja? Je moet snel denken. Je moet snel handelen. Je moet bestand zijn tegen de druk van buitenaf, zoals jij dat noemt. Ja. Ja, daar moet je heel goed mee omgaan. En dat was in onze tijd niet. Wij hadden Frans Keurwer als trainer. Ja. Ja, en dan als het niet goed was, moesten we harder lopen. Maar daar leer je wel ook karakter van. Ja, ja, ja. En dan leer je ook net even wel tot over het randje gaan. En nu wordt alles... Ja, en dan mogen we allemaal meepraten, meedenken. En de rust van, hoe vinden jullie dat het gaat? Ja, dat was bij ons. Zal ik jou maar vroeger had je natuurlijk wel de masseur, de fysiotherapeut. Waarbij ook waarschijnlijk als soort vertrouwenspersonen gebruikt. Ja, hè? Zeker. Zeker. Heb je natuurlijk heel veel verhalen gehoord. En dan had je natuurlijk ook gewoon je beroepsgeheim. Hè? Ja. Dat je wat je hoorde dat niet bij de trainer terecht kwam of bij anderen. Ja. Dus... Maar nu heb je, zoals Wessel zegt, zijn daar de specialisten. Is dat van de talentacademie of niet? Ja, dat kan wel. Ja, daar gaan wij ook mee werken. Wij gaan ook werken met... Dat was mijn volgende vraag zijn geweest, ja. De Talent Academy. Ja. En dat is gewoon dat je mensen in kaart brengt hoe hun karakter is. En hoe jij als trainer het beste uit Wessel kan halen. Of uit alle andere spelers natuurlijk. Dat zijn in ieder geval de jongens uit Den Bosch, hè? Ja, precies. Ik weet niet. En daar gaan we. En daar ben ik al jaren mee aan het werken. Maar dat is volgens mij heel erg belangrijk. Want je kunt wel goede voetballers bij elkaar zetten. Het gaat erom dat je ook goede karakters bij elkaar zet, in mijn optiek. Maar is het wel van het principe wat ook de bondstrainer gebruikt heeft, de oud-bondstrainer? Ik weet niet. Met het heeft een bepaalde naam. Mijn neef Jan Verloon, die werkt er ook veel mee. Hmm. Action type. Dit is anders. Maar het komt allemaal wel op hetzelfde neer. Het gaat er meer om hoe jij jouw staf of hoe jij de spelers kunt benaderen. Precies, dat het goed dan bij elkaar past. En wat er vaak heel belangrijk is, ik ga een beetje voor jou praten, dat moet ik eigenlijk niet doen. Hè? maar wat er heel belangrijk is, dat je jezelf leert kennen. Hoe doe ik dat in bepaalde situaties? En ja, zo'n man is. En natuurlijk hadden wij vroeger de verzorger Jacques Leros. En we hadden jouw broer en we hadden... Tuurlijk, en daar praat hij mee. Maar die mensen waren er niet in gespecialiseerd. Het was gewoon een luisterend oor, hè? Ja. Het was gewoon een luisterend oor, ja. En dan kon je doen wat je mee wilde. Maar nu is dat niet meer. Nu zijn er veel meer, zoals de Talent Academy. Mensen die jou daar ook bewust van maken hoe jij overkomt. Wat je moet doen. Ja. En dat is denk ik wel een heel groot verschil. Ja. Maar nu zit jij in de leiding. Met name de technische leiding, volgens mij. Ja. Waar jij nu mee stoeit, waar we het nu ook over hebben, daar ga jij ook over. Hmm. Wat is jouw toegevoegde waarde nu als technisch directeur? Van mij? Van jou richting Helmondsport. Ze hebben echt wel in jou geïnvesteerd. Vind ik. Ja? Ja, ik vind het een flinke stap voor Helmondsport om iemand van jouw kaliber, wil ik niet hoger praten dan wat dan ook. Dat zou ik vooral niet doen. Nee, maar zo voel ik het wel, ja. Ik denk dat heel veel Helmonds dat zo voelen. Van nou ja, Jurgen komt terug op het nest. Maar is wel, heeft wel een reis gemaakt die Helmondsport zeker rijker zal kunnen maken. Nou, wat ik moet doen is gewoon duidelijkheid scheppen en weten waar Helmondsport naartoe moet. En welke spelers passen er bij Helmond? Maar vaak is het zo dat er een trainer komt
En die wil dan een bepaalde manier spelen. En met 5 spitsen of 3 spitsen of Catenaccio. En vervolgens komt er een trainer bij, die vindt dat niks. En die gaat aanvallen met 5 spitsen. Mm-hmm. Ja, wij moeten op de Helmond Sport manier gaan spelen. En dan moet een Helmond Sport DNA komen. En de trainer, die moet daar zijn eigen sausje over groeien. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Maar de trainer hier moet wel aanvallen voetbal spelen. Anders komt hij niet. Nee. En dat beleid mag ik uit gaan stippelen. Dat heeft wel veel meer nodig dan alleen maar een elftal en een staf. Nodig. We hebben nog heel veel stappen nodig en we zijn er nog lang niet, maar ja, dat is denk ik wat ik moet doen. Of dat toegevoegde waarde wordt, dat zullen we in de toekomst zien. Nou ja, dat maak ik in ieder geval hopen. Als laatste onderwerp, zeker voor jou Maarten, jouw methode, hè, want dat schrijven ze ook jou toe, jouw methode cognitieve training. Je hebt er net al een stukje over aangehaald. Hè? Ja. Wat stelt dat precies voor? Nou, mijn methode, ik werk jaren 15 al heel veel met mensen met een hersenschudding. Mm-hmm. En met topsporters. Een beetje die kennis die heb ik gecombineerd. En omdat ik de laatste jaren wat vaker word gevraagd om een keer een lezing of zo te geven, hebben ze mijn methode genoemd. Oké. Okay. Dus wat het eigenlijk inhoudt. Dat weet je zelf ook niet. Ja, ik weet ook mijn methode, maar ik heb daar verder niet een naam gegeven of zo. Nee. Dus ik geef cognitieve training voor een bepaalde manier. En dat is eigenlijk heel simpel. Ik kan het heel simpel uitleggen. Als jij bijvoorbeeld een driehoek pakt en je hebt je hersens. Aan het onderste gedeelte is jouw hersenstam. Daar komt alle zintuiglijke informatie binnen. Dan heb je je emotionele brein en dan heb je het menselijke brein. Waardoor je samen dingen kunt beredeneren. Bijvoorbeeld wat je vaak ziet bij mensen met een hersenschudding. Is vaak dat die filter niet goed werkt op je hersenstam. Mm-hmm. Alle prikkels die komen binnen. En daardoor komen ze niet goed in een menselijk brein. Dan hebben ze geen overzicht. Raken ze ook emotioneel. Raken ze bijvoorbeeld de situatie kwijt. Maar dat kan hetzelfde zijn voor een voetballer. Als hij in een stadion komt. En is niet gewend om op PSV in het volle stadion te spelen. En hij wordt overmand door al die geluiden. Al dat licht. Kan het zijn dat hij over zijn eigen voeten heen valt. Mm-hmm. Ja? Omdat hij door zeg maar, stress kun je automatisme verliezen. En hoe train je dat dan? Hoe trainen dan? Door eerst van een hele makkelijke situatie uit te gaan. En in principe zijn voetbalbeweging moet geautomatiseerd zijn. Als topvoetballer moet je geautomatiseerd zijn in je bewegingen. En daarna kun jij stressoren toevoegen. En dan moet hij zeg maar, in zijn automatisme blijven. En hij moet overzicht behouden. Want iemand die gestrest is, die ziet in eerste instantie ziet hij alles. Maar dan denken die hersenen, dat gaat niet goed. Dan krijg je een soort tunnelvisie. Maar dan zie je niet meer wat daar gebeurt. Ja. En dan kun je trainen. En ik heb niet bij een grote club zo gezeten. Anders had ik dan misschien, was het echt methode Maarten Berlo geworden. Dus ik zie individuele spelers bij me. En ik heb een jaar of 6 geleden heb ik onder Cocu. Die had toen een psycholoog gevraagd om de ploeg op de rails te krijgen. En toen had ze mij gevraagd om met die spelers te werken. Met Gino Wijnaldum, Jeroen Zoet. Maar toen kwam daar een nieuwe technisch manager, moest zij weg. Ja, en ik ben gewoon trouw nagebleven. Ik heb er verder niet meer mee bemoeid. Maar via de achterdeur uiteindelijk kwamen een aantal spelers terug. Onder Jeroen Zoet heb ik 5 jaar begeleid tot hij naar Specia ging. En daar gaat gewoon veel tijd in zitten. Kijk, en ik werk natuurlijk als fysiotherapeut voor mijn brood. Dus ik kan hem best 2 of 3 uur per dag begeleiden. Maar het zal betaald moeten worden. Heb je ook met die brillen gewerkt? Waarbij die voetballers, hebben jullie die brillen ook niet? Die VR-brillen. Wel eens een keer gebruikt, ja. Ja, dus dat is een bril. Dan kun je dus, maar kun jij het beter uitleggen, denk ik. Niet? Ja, het is eigenlijk een soort van bril waarbij een grote hoek van je gezichtsveld eigenlijk wordt bedekt. Waardoor je minder ziet, zeg maar. Ja, die aan en uit gaat. En wat leer je dus? Of wat leer je niet dan? Ja. Ik werk in principe niet met die brillen, maar volgens mij is het zo, als jij die bril en wat jij zegt, die tunnelvisie, maar de goede voetballers, die zien niet dit, die zien dit. Die dat. Dus je hebt veel meer mogelijkheden om die bal af te spelen. Ja. En dan ook, en dan daarin de juiste keuze maken. En daar zijn ze op het hoog niveau zijn ze daar heel erg veel mee bezig. Dus het kijkgedrag, dus niet alleen het zien, maar ook het scannen van. Ermee, het scannen van. Ja, dat hadden wij niet. Ja. Ja. En ik doe dat puur met wat individuele voetballers en wat kickboxers en wat tennissers en wat golfers. Ja, die golven moet ook. Golven, denk je, die bal die ligt stil. Maar je moet vanuit je onderbewustzijn, binnen een fractie van 100 seconden, moet jij bijvoorbeeld dat clubblad kunnen bijstellen. Dus dan moet je een gigantisch hoog verwerkingssnelheid voor hebben. Maar ik heb het gewoon gedaan, een stukje vanuit de literatuur, maar vooral van dingen leren en zien. Dus uiteindelijk moet ik dat misschien ook een keer wetenschappelijk onderbouwen. Maar nou, bij PSV zijn ze maar bezig. Een aantal jongens van de TU, die zijn met jullie aan het oefenen. Ja. En zo is iedereen daar een beetje een eigen invulling aan het geven. Alleen ik praat meer vanuit de
praktijk, omdat ik al 15 jaar de praktijk toepas. En heel veel die er nou mee beginnen, doen het iets te veel vanuit de theorie. Okay. Je kunt dat niet oefenen op een computer, je moet echt oefenen op het veld. Ja. Je kunt in een kleine ruimte oefeningen doen, maar het moet op het veld gebeuren. Ja. Uiteindelijk moet, daar moet de prestatie worden gebracht. Ja. Taalslag. Als laatste, een klein beetje een houvast voor Tribune Sportcafé. Wessel, als jij nu over 2 jaar terugkijkt, dan zit je in onder 19, mag ik het aannemen. Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij al wat hoger zit. Nou, misschien wel. Als je jong bent. Hij heeft al een keer meegespeeld met onder 18. Ja. Heb ik begrepen. Dus hij zal wel... Zou mooi zijn. Maar in ieder geval de vaste waarde. Sorry. Ja. Maar waar zou je dan het meest trots op willen zijn? Ja, ik denk wel gewoon het kleine, nog wel onzekere mannetje wat ik een jaar of 2 geleden was. Ja. En dan nu eigenlijk wel zelfverzekerd en ik mag ook wel zeggen dat ik aardig gepresteerd heb de laatste jaren. Zeker. Dus daar ben ik wel het meest trots op. Dat ik eigenlijk, doordat ik zo erg gegroeid ben als persoon, heeft mij eigenlijk ook echt heel erg in het veld geholpen. Waardoor ik makkelijker heb mijn plekje weten te vinden in het Nederlands elftal. Maar ook in nu de onder 18 en vorig jaar de onder 17 toen we ook kampioen werden. Ja, daar ben ik gewoon heel erg in gegroeid. En daar ben ik zeker wel het meest trots op. Als ik dan terugkijk op deze jaren, zeg maar. Zou Wessel een kandidaat zijn van jou als hij na zijn interlandperiode op zijn 34 nog een keer aanklopt bij jou als oud technische directeur van Helmond? Ben ik 70. Als oud technisch directeur. Als oud, ja. Ja, maar ik vind het mooi dat zo moeten wij als Helmond erin zitten. En de amateurclubs in Helmond moeten blij zijn dat ze jongens naar Helmond of naar PSV kunnen brengen. Mm-hmm. En de jongens moeten hun maximale eruit proberen te halen. Dat is al lastig zat, want er komt heel veel erop af. Je moet heel veel kunnen, maar je moet ook heel veel verlaten. En die jongens moeten heel lang bij PSV of zelfs nog hoger komen. En als ze dan... En die komen uit Helmond, dus er blijft altijd een Helmonder. Die moeten later ooit eens een keer bij Helmond komen. Maar ik hoop voor hem dat het nog heel lang duurt. Ja. Ik ben blij dat ik hier de trots van Helmond weer aan tafel voel. Mag ik jullie bedanken? Mannen, ontzettend veel succes. Laten we hopen dat iedereen slaagt in waar hij van plan is om te komen. Jij ook, laten we daar een methode van gaan maken. Zou ik bijna zeggen. Van wel een methode. Ja. Goed. Kijkers, dit was het weer. Tribune Sportcafé. Ik zie u heel graag volgende maand weer.